dit. Yo, 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 yes. Blik het nou. Gaan check mijn website. RianVanHeensburg.co.za. All the new stuff and material, the videos and the action. I'll check you there. Rian, sê vir my, jy, hoe lekker. Lekker om met jou te praat. Ek denk, ek en Jalk het geskinder vir jou, makkelijk die malste mens onder die son. Nee, ek sal nie dit sê nie. Ek geniet my lewe, ek lewe my lewe met voluit passie. Mense vraag my, hoe krijg ek het reg? Ek doen niks nie, ek gebruik niks nie, dit is totaal en al net. En ek het net besluit, ek gaan nie my geluk op my financiële goedheid of zwakheid baseer nie, want ek kom achter, deesdaans, allemaal is so bezig in alles, jy weet, kom achter dat mense, terwyl hulle ry in die straat, en as het nou sleg gaan met hom, dan mou hulle vreselik hoe bad het gaan, en as het as een goeie maand het en baie geld, dan gaan het iedere keer lekker, en dan kom hulle achter, maar wie wat, dan hebben hulle, nee, eindelijk gaan het goed met my, miskien het ek nie baie werk nie, maar het gaan nog steeds goed met my, daarom moet het goed gaan met my deeltijd, want ek is ons nou fijn, verstaan jy? So gepraat van werk, jy maak een muziekvideo? Ek maak is bezig met my nieuwe single actually, wat ek nou gaan release met een muziekvideo, ja. Speel so een bykie dromme en dit is bykie meer, ek is ons maar een Anister knapie. Latijns-Amerikaans. Latijns-Amerikaans, Ricky Martin beskrywing is die beste om het te gee. Ek het maar my ritme is van die dromme en swanda op, maar ek sing ook in Afrikaans met die story, so dit is amper half. Latijns-Amerikaans is lekker populair, maar het is so anister, kan ek maar sê, een ander flavor of een spice in die muziek. Hierder is die gewone net doef-doef. Sê vir my, hoe het jy nou beland om percussie te gaan swat, die liefde daarvan? Kijk, ek speel ons maar van kleins af, en ek het nog altyd geweet dat dromme en muziek gaan my leven wees. So, en ek het groot geword as 'n drommer, en goed, ek het nou maar net verder gegaan, en ek het op een stadium nadat ek geslaan het, het ek met, as percussiespeler met swartes begin werk, wat van Senegal en Ghana werkswinkels hier aanbied, en die ritme so goed as leer, en ek het saam met hulle begin, en toe het ek contacte daar met hulle opgebouw, en door hulle het ek toe Ghana toe gegaan, en daar in 3 maanden gaan bly, en toe by school gaan leer van West African, soos hulle sê, West African traditional rhythm, singing, dancing, al die goed, daar het ek nou baie geleer, nie goed, maar hierna toe gebring, maar daar is nog steeds vreselijk baie van daai ouwens wat die kant toe kom. Ek het nie net, ek het by Cuban ouwens ook geleverd, Suid-Amerika en iets wat. Jy het lichte muziek gaan studeer en jy is by Pretoria Technika, ja. En dit het jou definitief gehelp? Verseker, nee, verseker. Kyk, ek sal nie sê, ek het so baie noodwendig dromme daar geleer nie, maar ek het baie muziek daar geleer in term muziekwaardering, harmonie, arranging, skryf, jy het daar iets wat van goed, dat ek baie wat geleer. En jy weet hoe die note in die goed my, ek like dit ook eindelijk. Dus gepraat van noot, jy is nog steeds by noot vir noot. Natuurlijk. En jy sal al bly? Ek sal al bly. Kom ek sê so, dit is vir my verskriklik lekker om dit doel. Ek ken oom Johan Stemmet, kom al so lang, ek noem oom Johan Stemmet, want ek ken hom al van kleins af. Ja. Jy weet, dit voel my verkeerd om oom Johan te noem. Ja. Maar, jy weet, maar, weet jy, dit is behalwe dit, dit is net so lekker. Jy moet vanavond een draai kan maak daar by die biertuin. Is jy daar? Ek is in volheid daar. Nee, maar nou het jy my genooi, nou is daar, perre. Mooi man, maar ons sien uit om jou vertoning saam met Jackie te sê. Geniet dit. Dankie man, baie dankie, ek hoop jylle geniet dit.